Nou, als je dan helemaal van je inspiratie af wil, dan... dan werk je met dit mee, wij zeggen. Human Soul was echt de grootste misser, denk ik wel, van Music Bad Addicts album. Dus we gaan hem zo meteen voor het eerst horen, maar hij wordt helemaal anders. Volgens mij heb jij hier meer kicks in gebruikt dan dat je in het afgelopen 3 jaar hebt gedaan. Hey YouTube, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Enter Your Mind. En we zijn halverwege. In deze 8e aflevering gaan we op bezoek bij iemand waarmee we al meer dan 15 jaar bevriend zijn. De meeste van jullie zullen hem wel kennen als 51% van Project One. Maar we hebben goed nieuws, deze track komt wel meteen uit. Maar voordat we verder gaan, vergeet niet te liken, te subscriben. En omdat we halverwege zijn, laat even in de comment weten welke aflevering jij tot nu toe het tofste vindt. Veel plezier bij een nieuwe episode van Enter Your Mind. Zo, onderweg naar de 4e remixartiest. Ja, we zijn in Veenendaal en dit is wel een hele speciale, vind je niet? Ja, vind ik wel, want we kennen hem al zo lang. Ja, en ook wel een van de pioniers van de melodieuze hardstyle. Ja. Iemand met wie we ook al vaker hebben samengewerkt. En ja, wat mij betreft kon hij echt niet ontbreken. En we zijn er ook heel blij mee dat hij erbij is. Voordat we bij hem zijn, gaan we misschien maar even luisteren naar een van zijn grootste hits. Ja. Want het is... Wild Sound! En iedereen... Back up, back up! And let me lose my mind! Ja, ik vind dat ze dat Enter Your Mind slim hebben aangepakt. De productiesnelheid van hun moet je toch wel een manier vinden om je muziek zo... een keer tegelijk naar buiten kan gooien. Dat is hem, hè? Die typische Wild Sounds melodie. Ja. Tudurru, 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 tudurru. Ja, en leuk dat ze gewoon artiesten die zij hoog hebben zitten of die zij interessant vinden er allemaal bij hebben gedaan. Back up, back up! Yo, yo, yo! Yo, 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 yo! Hoe is het, Jor? Lekker. Lekker? Lekker druk met optreden. Ja. Ja, het weer is niet best, maar lukt het een beetje in de studio? Nee. Heeft het ooit gelukt? Nee, per ongeluk wel. Ja. Nou, ik moet zeggen, in het begin van vorig jaar, volgens mij vorig jaar, heb jij echt meer platen uitgebracht dan normaal. Ja. Nou, toen zat ik er ook nog wel lekker in. En, ik merk wel dat het niet optreden in ieder geval mijn inspiratie niet ten goede komt. En, dat ik ongeveer 3 keer zo lang over een plaat doe op het moment dan wat ik normaal zou doen, zeg maar. Ja, en dan gaan wij je ook nog bellen om te vragen voor een remix. Nou, als je dan helemaal van je inspiratie af wil, dan... dan werk je met dit mee, wij zeggen. Dit was echt het laatste setje. Hé Jor, wij zijn je naartoe gestuurd, wij zijn je opkomen halen. We gaan nu naar de studio om te horen welke track jij van ons remix hebt. En wij zijn eigenlijk wel heel erg benieuwd om te horen welke dat is, want wij hebben hem nog niet gehoord. Nou, dat is Fired Up geworden. Hey, Fired Up. You got me fired up. Track Fired Up hebben we verzonnen omdat we ooit een keer een vocaltje hadden gehoord. Dat was You Got Me Burning Down. En ik vertelde toen aan die, toen Evelien een keertje langskwam in de studio van joh, is dat misschien niet lachen om dat ook een keer in te spreken? Toen heb ik dat opgenomen met Eve en ik stuur dat op. Dus ik zeg Fired Up, waar heb jij het over? Helemaal verkeerd verstaan wat Steve toen een keer had verzonnen. Maar ja, eigenlijk is het wel heel erg tof. You Got Me Fired Up, like yeah, 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 waarom niet? Ik vind het ook wel heel erg tof dat Joram dan deze track heeft gekozen als remix, omdat het toch net even... Ik had het niet verwacht, laat ik zo zeggen, omdat Joram toch wel meer van de muzikale tracks is. Maar daarom is het ook wel heel erg leuk, want dan kan je er ook wel iets aan toevoegen wat die track nog niet heeft. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Diederik en Stefan die hebben nog zoveel van hun tracks zijn nog gewoon... heel relevant, weet je wel. En,
dan is het heel lastig om daar een remix van te maken. Fired Up was voor mij een plaat dat ik dacht van nou, daar kun je nog wel een soort van leuke twist of een soort van update ook nog aan geven. Ik ben de track dus een beetje begonnen zoals het origineel ook begint. Filterkick, basje, vocal overheen. En dan wilde ik daarna naar edit toe werken waar hij dan mee erin knalt. Dus gewoon de vocal een beetje editen, een beetje oppompen met wat... Met wat distortion eroverheen, dat het gewoon net even een iets andere vibe krijgt. Jullie hebben zoveel platen, maar een hele hoop daarvan zijn van de afgelopen 3 jaar en nog steeds relevant, weet je wel. En dan weet je gewoon bijna niet wat je daaraan zou kunnen veranderen. Mm-hmm. Wat die plaat interessant zou maken. En alles van voor die tijd vind je niet relevant genoeg om... Nou ja, dan zitten ook gewoon kutplaten. Ja, ja. Zeker weten. Human Soul was echt de grootste misser, denk ik wel, van Music Bad Addict album. The master of music. Nee, ik weet wel dat mijn ex met jouw vriendin al jarenlang bevriend is. Ja. En dat we op die manier hebben elkaar ontmoet. Dan ben ik bij jou thuis geweest en gingen we altijd FIFA. En op een gegeven moment gingen wij op Cubase draaien, 2007. En jij ook volgens mij. En toen hadden we een centerparkhuisje. Ik zat allemaal op het park inderdaad. Ja, en op die manier zijn we eigenlijk met z'n drieën ook een beetje aan de praat geraakt. En we hebben elkaar ook daardoor wat beter leren kennen. En ooit de afspraak gemaakt van nou laten we een keer wat samen maken. En dat heeft daarna nog wel even geduurd. Ik weet nog wel dat we dat op dat moment dachten dat we een vette kick hadden. Dat ding was echt veel te lomp voor de vibe van de plaat. Die paste echt totaal niet in die hele plaat. We waren onze tijd ver vooruit, jongen. Ja, we waren gewoon... Wij maakten al kickrolls toen kickrolls nog niet bestond. Ja. De grap is nu met die plaat dat het een van die classics is die... Als ik weer zo'n classics feest ergens heb, nou, dan krijg ik van tevoren 10 berichten of ik alsjeblieft de Human Soul wil draaien. Tussen Human Soul en Wolf's Cry heeft eigenlijk te veel tijd gezeten, wil ik wel zeggen, ja. Hij ging zo hard en zoveel draaien overal ter wereld. En wij waren ook echt heel erg druk. Dus ja, soms dan spreek je elkaar wel heel erg veel, maar je ziet elkaar heel erg weinig. Gelukkig hebben we wel weer wat gemaakt samen. All the deepest of waters you dive in. There is no escaping his hungry eyes. Don't turn your back on the troubles you're facing once you hear the wolf's cry. We hadden het idee van, oké, ik zet wat akkoordjes neer en dan gaan we allebei een melodie maken en dan voegen we die samen. Ja, het is wel grappig, want een Wild Sass melodie is niet heel erg moeilijk. Nou ja, als je dat een beetje op akkoordjes zet, dan heb je het bijna. Dus ik had voor de grap had ik dat neergezet. En opgestuurd van, ik heb ook even gekeken van, misschien doe jij zoiets. Even voor de grap. Je was met 80% ongeveer gelijk aan wat het uiteindelijk was geworden voor mij. Zonder dat ik iets van hun had gehoord. Ik moet wel zeggen, in Joran's voordeel. Hij doet er altijd net een twist aan, waardoor het niet zo simpel alleen maar... Het wordt net even wat anders, waardoor het toch weer speciaal wordt. Dus er kunnen weinig toch zo'n simpele melodie maken, maar toch nog zo catchy. We waren net aan het luisteren naar een van je, nou ja, misschien wel je grootste hit, maar een van je grootste hits, Lose My Mind. En we deden eigenlijk het melodietje al mee van... En wij waren al nu al benieuwd of er zo'n melodietje in onze remix komt. Nee, zeker niet. Geen tududus? Nee, die... Oh ja, dat had ik... Oh shit. Dat denk ik, ik geef hem nog even een paar weken. Ik ga gewoon de hele paard gewoon in triplet zetten. Dat had hem gewoon waarschijnlijk geweest. Ja, maar die keer dat had best wel goed. Nou, we brengen nog op een idee, zo 7 dagen voor de release. Nou jongens, we gaan hem zo meteen voor het eerst horen, maar hij wordt helemaal anders. Het proces was een beetje, ook natuurlijk gewoon de vocalen inladen. En dan vind ik het leuk om al te gaan zitten kijken van wat voor akkoorden, schemaatjes kunnen eronder. Het
is niet zo dat ik bekend sta dat ik gigantisch veel kicks in mijn tracks gebruik. Maar, het is in deze toevallig wel redelijk gebeurd. Dus dan gaan we, ja, dan krijg je meer een soort gated kick, dus wat meer minder toon erin. Ik voelde dan een melodie met een knipoog naar het melodietje uit het origineel. Dus ja, daar vooral heel erg naar op zoek geweest. Ik begon succes te krijgen, denk ik, vanaf Defcon 2007 uit mijn hoofd. Toen draaide Dof de afsluitende set en, op de mainstage. En toen draaide die, ik geloof, 2 of 3 platen van mij. En dat was wel echt een beetje... De aftrap van Wildstyles. Ik sprak Willem toen ook natuurlijk al heel vaak en we waren altijd alleen maar met muziek bezig. Op een gegeven moment gingen we weer een nieuwe collab maken, maar dat ging zo makkelijk. Dus misschien moeten we een album gaan maken. Hey, misschien moeten we wel een projectje gaan beginnen. En daar ontstond het eigenlijk. En uiteindelijk toen het af was, hebben we ook echt pas de naam bedacht. En toen uiteindelijk met Dof gezeten. En toen hebben we die vinyls bedacht dat gewoon één verhaal moest worden. En vervolgens naar het moment toegeleefd dat we de wereld in gingen trappen. Release. Project 1. In 2011 had ik Lose My Mind gemaakt met Brennaert. Die ging wel lekker op zich. Toen had ik zoiets van, nou, ik ga ook weer een zangplaatje maken. En ik wilde eigenlijk gewoon een Lose My Mind-achtig iets. En uiteindelijk had ik een plaatje gemaakt. En ik had toevallig Niels Geuzenbroek bij The Voice gezien. En ik denk van, ik trek de stoute schoenen aan. Ik ga hem een bericht sturen. En die plaat moest echt online een hit worden, want anders had je er helemaal niks aan. Want op een dansvloer, als niemand de song kent, dan staat ook niemand mee te zingen of zo, weet je wel. En dan valt zo'n plaat een beetje niet. Sterk nog, ik had hetzelfde met Year of Summer, dat hij niet deed wat ik gehoopt had in het begin. En dat ik draaide hem al niet eens meer, weet je wel. En toen in één keer werd hij door de radio opgepikt. En ja, toen ging ik hem uiteraard wel weer draaien. Art of Creation is een beetje ontstaan dat Willem me belde en zei van nou, ik ga weer terug de hardstyle in. Ja, we hebben heel veel gesprek gehad en we vonden gewoon allebei dat als we dan iets op gingen zetten, dat we het samen moesten doen. Ja, we hopen weer een soort van familiegevoel te creëren, wat je vroeger ook bij de Scantrax had, weet je wel. Zo'n hechte club en ja, dat proberen we. En nu zelf te doen. We enter your mind. Nou, we gaan zo meteen de remix horen voor het eerst. Wildstyles remix van Fire It Up. Wat verwacht je ervan? Nee, hij heeft al in de auto verklapt dat er niet in zit. Maar nee. Ik had toen we hierheen reden echt het idee, dat gaat hij doen. Ja, nee. Maar... we hadden hem bijna op andere gedachten gebracht. Ja. Nee, ik verwacht toch wel een beetje inderdaad wat musicaliteit er dan in. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe die dat dan verwerkt heeft. Ja. En of er dus een kickbass in zit. Weet je, of een reverse bass, weet je. Dat vraag ik me ook wel af. En misschien heeft hij aan het einde nu juist alweer, net zoals met Yoon Sol, gewoon echt een soort van over de top kick erin gezet. Zou het? Nou ja, ik weet het niet, maar het zou wel lachen zijn. Ja, dat zou wel grappig zijn, ja. We gaan het horen zo. In ieder geval wat meer akkoordjes dan in het origineel, is ook niet zo moeilijk. Ja. Nee, ik kom vast op goed. Ik heb er gewoon heel erg veel zin in, dus laten we maar gaan luisteren. Ja, yes. Het is echt gewoon een plaat, Mozart die... zou die jaloers op zijn? Ja. Laat gewoon luisteren, weet je. En dan zien we het zo meteen allemaal wel. Yes. We kunnen altijd nog zeggen van, oké, weet je wat, ik maak maar opnieuw. Dan trippelt en dan filmen we morgen even opnieuw. Pa-da-pa-pa-pa-pa, ta-da. Ja, dat is er eentje hoor, deze. Het
blijft een soort van party track, dus ik wilde gewoon lekker een lange mid-intro met veel energie erin. Volg bijna die hele ding. Ja, super veel energie en heel tof hoe hij de melodie gedaan heeft. En ik vind vooral het einde van die melodie, dat hij met die lange noten gaat, vind ik echt een hele toffe toevoeging. Ik denk wel als mensen het horen, dat ze ook wel horen dat het van mij komt. Ja, daar gaat ie! Mega feest. Ik bedoel, ja, dit wil ik gewoon draaien. Ja, dit wil je gewoon in de zaal horen. Dit wil je gewoon draaien. vet. Ja, vette shit. Ja, volgens mij heb jij hier meer kicks in gebruikt dan dat je in het afgelopen 3 jaar hebt gedaan. Dat klopt wel, hè. Nee, ik ben heel erg blij mee. Echt. Ja, echt te gek geworden, man. En het mooie is, hij komt alweer uit volgende week. De Wild Sounds remix van Fire Up. Pries, even hem nou. Ja, ja.